Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Miitopia video. Ik heb getraind, jongen. En ik heb dingen gekocht. Kijk maar, al mijn geld is op. Ik heb nog maar 546 monies. En kijk. Iedereen is nu level 20 of hoger. Ik heb alvast 3 teams gemaakt. Want jullie zeiden dat ik 3 teams moest maken. Het hoofdteam is met mij. Met Red. Met Mario. En met Steve. Team 2 is Wooloo, Shadow en Luigi. En team 3 wordt Zucker, Toad en Zelda. Ik ben heel benieuwd wat er in deze aflevering gaat gebeuren. Dus doe alvast dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan wij snel naar de wolkkrabber. En de duisterdere vorst die schijnt dus hier te zijn in deze toren. Let's go! Ik ben wel een beetje bang. Ik weet totaal niet wat er gaat gebeuren. Ik ben wel een beetje bang voor deze duisterdere vorst. Ja, dat is Mr. Iwata en die zou hier moeten zijn in deze wolkenkrabber. Maar we hebben één klein probleempje. We moeten nog amuletten gaan zoeken. 4 gaten. Dat kan maar 1 ding betekenen. We moeten weer juwelen gaan zoeken om de deur te openen. Nee, we moeten weer terug naar het reisrijk. Ik dacht dat we daar al naartoe konden, joh. Ze zitten voor niks keihard te trainen de afgelopen dagen. Hé, deze hamburger die heeft zo te zien wel... Ja, die heeft wel een tip voor mij. De culinaire dief genaamd Hamburger. Oh, het gaat om zijn beste maatje Bowser. Ah, en Bowser heeft een vreemd juweel gevonden. Maar toen gebeurde er iets. Toen kwam er een groot monster en die vloog met hem weg. Hij is maar gelijk weggerend. Hij heeft Bowser niet geholpen. Jonge gast. We moeten naar de sneeuwgrotten. Ah, maar kom op. Je beste maat wordt gepakt en dan ga jij wegrennen. We gaan in ieder geval hier naartoe, naar het vorstgebergte blijkbaar. Gelukkig kunnen we gewoon in één keer doorlopen daar naartoe. Let's go. Had ik nu maar een Charizard op mijn beschikking, dan had ik hier alles laten smelten, jongen. Oh, oké dan. Nee! Steve en ik zijn weer gescheiden van de rest. Oh, maar Zelda en Wooloo zijn ook nog hier. Dan neem ik Zelda en Toad ook even mee. Toad is er blijkbaar ook nog. Sorry Wooloo, ik neem jou niet mee. De sneeuwgrotta. Nou, dit is ook wel een gezellig teampje zo met elkaar. Oké, we hebben 3 wegen. We kunnen 3 kanten. Ik ga naar beneden. Kissy, lekker. Volgens mij hebben we de goede keuze gemaakt. Een alien Snoopy. Golden Beefstuk en een Boinky Radijski. Maar ik ben wel benieuwd, jongens. Laat even in de reacties achter welke teams jullie zouden maken met de characters die ik nu heb op dit moment. Hoe zouden jullie het verdelen? Heb ik het een beetje goed verdeeld of niet? We moeten nu tegen Sneeuwpoep. Sorry, ik noem Sneeuwpop altijd Sneeuwpoep. Ik kan er niks aan doen. Ik heb hem op automatisch gevecht staan. Want ja, kijk, dat gaat best wel chill eigenlijk. Maar ik weet niet, jongen. Je kan wel 100.000 kanten op hier in deze grot. Dat is niet normaal. Nou, pinguïntjes. Let's go, Tootje. Wat een flats. Gaat wel een stuk sneller volgens mij als we gewoon automatisch gevecht doen. Hé, nog een kissie. Sick. Oh, alleen dit is een valstrik. Ja, ik maak gewoon alle kissies open hoor. Kom op, dan maar een extra battle. Dat maakt ook niet uit. Kijk, ik kan iedereen nu boos maken. Ik heb een nieuwe kracht of zo. Kijk, Steve is helemaal gek door mijn bloemenfury. En die gaat nu denk ik dan heel hard slaan. Oh, of niet? Steve is niet zo heel sterk volgens mij. Maar Steve is ook meer een support character, toch? Vooral Toad is nu heel sterk, nu die een kat is. En eigenlijk ben ik ook wel heel sterk, hoor, nu ik een bloem ben. Volgens mij ben ik ook een support character, maar oké. En we hebben nu al 1450 mensen gered. Volgens mij in de vorige video hadden we 950 mensen gered. Dus hey, jullie kunnen zien hoeveel ik heb getraind. Meer HP-strooisel. Lekker, bijna 500 HP-strooisel al. Oh, ik had wel even iedereen bij elkaar in een kamertje mogen doen, zeg. Dat was ik even vergeten. Toad en Epona gaan hard, jongen. Die zijn al level 23 samen. Nou, ik ga Toad in ieder geval dan even gewoon bij Zelda zetten, want dat is een team. Steve en ik zijn ook een team. En dan mag Wooloo eventjes bij Epona. Steve, die vindt de Golden Beefstuk blijkbaar hartstikke lekker. Ik weet niet wie hem van er een penguin snack houdt. Misschien Wooloo, hou jij van penguin snackies? Ja, lekker. Top. Sneeuwmelkie. Vind je dat ook chill, Wooloo? Sneeuwmelkie? Nou, het Alien Snoopy. Alien Snoopy is voor Zelda. En Boing Radijsie, dat vindt denk ik iedereen wel lekker. Maar vooral Zelda en ik. Weet je, die ga ik ook aan Zelda geven. Zelda moet nog even een klein beetje sterker worden, denk ik. Oké, ik heb 2 keer het pad naar beneden genomen. Dat maakt blijkbaar niet uit, want blijkbaar komen we gewoon hier terecht. What up, Steve? Hoe zou het met de anderen gaan, vraag ik me af. Oh, kijk. Ondertussen. Wow, hè? Lijkt net alsof Mario een zwart pak aan heeft, maar hij staat gewoon in de schaduw volgens mij. Oké, even goed kijken. Luigi en Shadow wordt een team. En Red en Mario is een team. Ja, Zucker, sorry, jij bent hier alleen, jongen. Je teammaten zijn weg. Dan neem ik ook Luigi en Shadow mee, want Zucker die is ook al level 22. Mario is gewoon teamcaptain, jongen. Als de echte Nintendo aanvoerder, hè. Ja, dat is hij ook wel natuurlijk. Benji!
Pak ze! Ja, Red is echt ongelooflijk sterk. En Mario ook, jongen. Die twee samen, die zijn echt super sick. Luigi, die maakt het even af. Shadow is kapot langzaam. Shadow's snelheid gaat gewoon niet omhoog. Die is gewoon 0 punten omhoog gegaan vanaf het begin. Omdat hij een tank is of zo. Daarom moet hij denk ik langzaam blijven, denk ik. Dat is echt heel veel denk ik in één zin, denk ik. Sneeuwpoepies. Deze move van Mario vind ik echt super chill. En Luigi die maakt het even af. Je Shadow hoeft niet eens iets te doen, jongen. Volgens mij is het echt goed geweest dat ik mijn teams heb getraind. Want anders had ik hier misschien wel moeite mee gehad. Maar nu gaat het eigenlijk best wel soepel. Nog meer Banshees. Oké, nu moet Shadow wel even wat doen. Shadow en Luigi gaan even lekker de vloer poetsen. Ja, dat moet af en toe ook gebeuren. En die zijn nu level 11 samen. Willen jullie ook eten, jongens? Hier, hou je even een Banshee eraan, alsjeblieft, Luigi. Jouw magic is gewoon al 117, jongen. Shadow, jij krijgt sneeuwmelk. Oh, sorry. Sorry. Oh joh, en dan zijn we alweer bij elkaar. Wat gaat dit snel? Ik dacht dat dit hartstikke lang zou duren, maar we zijn gewoon gelijk alweer bij elkaar. Oké, dan neem ik nu even een ander team mee. Zelda, Toad en Zucker. En het is dus de bedoeling dat dit één van de drie teams wordt. Ja, want jullie zeiden dat ik drie teams moet maken. Dus ja, dan zet ik deze drie maar bij elkaar. Ik heb geprobeerd om overal een healer bij te zetten. En Toad kan natuurlijk healen met zijn koekenpan. Maar wat is hier dan gebeurd, jongen? Bowser, die staat ernaast. En dit is een mega Banshee of zo. We komen je redden, Bowser. We gaan het doen. Dit is ijskoningin Bowser. Kijk, hier is Toad dus de damage dealer. Dan zou... Toad ook degene... Oh, nee. Toad kan niet healen. Wat zeg ik allemaal? Maar volgens mij kan Zelda tegenwoordig healen. Toad heeft wel even ijspepermuntjes gestolen, blijkbaar. Ik ga denk ik geen automatisch gevecht doen nu. Ah, pas op, jongen. Nee, ik ga dit even gewoon zelf doen. Ik ga hier geen automatisch gevecht van maken. Maar Zelda kan tegenwoordig healen. Daarom had ik Zelda bij dit team gezet. Even kijken hoor. Ik ga in mijn hyper. En Toad gaat ook in zijn hyper. Let's go, boys and girls. Pak hem. Zelda, ja, die tikt, die geeft ook al goede tikken. Wow. Zag je dat? 268. Toad deed 268 damage. Ik doe 170 damage. Hij probeert me te bevriezen of zo, lijkt het wel. Oké, let's go. Volgende ronde. Kom op, Toad. We gaan hem pakken. Oh, eerst even met Zelda. 242 damage deed ik. 308! Wat? Toad doet 308 damage. Er heeft nog nooit iemand 300 damage gedaan. Dit ging echt te goed. Hij had echt geen schijn van kans. Lekker, we hebben Bowser's gezicht gefixt. Oh man, dit ging echt te makkelijk. Ik heb te goed getraind, jongens. En daar komt hij. Bowser is back. Ik weet niet hoor. Ik vind het niet echt op een Bowser lijken, maar maakt niet uit. Kijk, en hij heeft één van die edelstenen. Nice. Nou, en ik krijg hem ook van hem. Nou, dankjewel. Het linker oogje wil hebben we van Bowser. We hebben de opdracht van hamburger volbracht. Dat klinkt ook zo slecht. Een paar video's geleden, toen hadden we al een hamburger die we moesten verslaan. En nu moeten we hamburger helpen. Oké, we zijn weer terug in het reisrijk waar we de volgende opdracht moeten gaan doen. Is dit een Torchic? Ja, dit is een Torchic. Wat wil Torchic? We moeten Torchic ook gaan helpen. Dit is de knapste kop op het gebied van robotica. Oké. Maar weet je iets van juwelen? Maar misschien weet Torchic daar wel raad mee. Oh, volg me. We moeten Torchic volgen. Oké, let's go. We moeten naar de fabriek toe. Lekker kapseltje hoor. We moeten nu naar Nimbus hiervoor. Ah, en nu kunnen we hier eindelijk door. Ik dacht al, waarom kan ik daar niet gewoon verder? Wacht, we gaan eerst even langs Wario. What up, Wario? What up? Wat heb je hier voor lekkers, jongen? Oh. Het is een diepvriesmaaltijd en blijkbaar vindt hij dat hartstikke lekker. Nou, oké, vriend. Bedankt voor je diepvriesmaaltijdjes. Volgende level, let's go. Wat zijn dit nou weer? Robipingies en oude robotje. Oké, die prikken best wel hard blijkbaar, die Robipingies. Of hoe ze ook mogen heten. Ik ga ze even aanvallen. Even kijken hoeveel damage ik doe. Misschien moet ik even in mijn hyper. In mijn hyper doe ik veel meer damage. Toad mag ook even in zijn hyper gelijk. Zelda zingt een liedje. Torchic help ook eventjes mee. En 398, jongen. Die Toad, die is echt niet normaal. Die is echt super sick. Die kat, man. Zo sterk. Boven of onderlangs? We gaan bovenlangs. Kijk, en we komen bij een kissie. 3 game tickets. Oh, dat is nice. Dat is nice. Die ga ik zo eens even spelen. Als je je trouwens afvraagt waarom Wooloo hier op zijn kop ligt. Weet ik ook niet. Dat had hij zin in vandaag. Oké, dan gaan we weer. Hyper. Oh. Ik hou zo van die hyper, jongen. Jullie hebben gezegd in de comments trouwens dat je niet nog meer hyperstrooisel krijgt. Dat is wel jammer. Als we er 10 van hadden gehad, dan waren we denk ik ook wel overpowered, hoor.
Dus dit is eigenlijk wel beter. We moeten nog even één pinguinnetje kapot maken. Ja, en Toad, ja, die sloopt gewoon alles. Die is niet normaal. Misschien is Toad nu wel de beste in mijn team. Terwijl Zelda ook een leveltje omhoog gaat. Naar level 21. En die kan nu vals zingen. Daarmee krijgen de vijanden grote schade. Alleen wij hebben er zelf ook last van. Ons team. Oh nee, iemand is ziek. Wie is er nou weer ziek? Red. Red is echt al super vaak ziek geweest. Tijdens het trainen is die ook al 3 keer ziek geweest. Waarom is die zo vaak ziek, jongen? Ik ga even een nieuwe outfit kopen voor Mario. Die gaat dan van 95 naar 101. Ja, er zijn al best wel veel status. Oké, laat maar. Laat maar. Ik stop wel met vertellen. Weet je wat? Dan krijgt Steve er gewoon een. Mario, als jij een HP-banaantje wil kopen, dan geef ik gewoon Steve nieuwe kleren. Ja, jammer dan voor jou, Mario. Prachtige kleren. Die passen goed bij Minecraft. Oh ja, we gaan even spellen spelen. Let's go roulette. Ik wil die rakethuls hebben. Oh, dat is wel een hele grote kans. Een hele grote kans dat ik die krijg. Oké, mag ik nu de rakethuls misschien? Hoe dan? Ik heb 80% dat ik de rakethuls krijg. En 2 tickets geven gewoon niet die rakethuls. Geef me die rakethuls. Dank u wel. Hehe. Ik hoop trouwens wel dat het een beetje een goed wapen is. Shadow, wil je die? Ja, Shadow wil die zeker. Nice. Nieuw wapentje voor Shadow. En dan gaan we nu ook gewoon met Shadow op pad. Met het derde team. Wooloo, Shadow en Luigi. Dat is ook een team. Let's go. We gaan even die tweede amulet fixen hier zo. Althans, dat hoop ik. Dit is de steriele fabriek. Ik hoop wel dat we nu bij elkaar blijven. Dat we niet weer gesplitst worden. Hallo, Torchic. Ik vraag aan Torchic. Heb je dat gebouw gezien? Zo glimmend en glinsterend. Torchic zegt, ja, dat klopt. Hier maken ze robotten. High-tech robotten. Nou, dan ben ik benieuwd naar wat voor gigantische robot we als vijand krijgen. Wow, we krijgen eerst een stalen schorpioen. Die is wel cool. En Wooloo die begint gelijk even een flink wapentje te geven aan Luigi. Dan gaan Shadow en ik gaan even lekker samen in de hyper. Wooloo die doet een mega bliksem aanval. Dus Luigi die krijgt een tik. Die doet best wel pijn ook die tik zo te zien. Shadow is nu iedereen aan het afleiden. Ik kan niet kiezen wat ik wil doen. Maar ik ga gewoon keihard beamen. Even kijken wat Shadow gaat doen. Die gaat ook keihard beamen. En Wooloo helpt. Lekker hoor. Torchic die helpt ook nog even mee. Aha! Lekker, Torchic. Dat was de laatste klap die we nodig hadden. Wat vinden jullie van dit team? Ik vind, volgens mij is dit team ook wel goed. In het andere team is Toad echt super sterk. En dit is iets meer gebalanceerd, denk ik. Maar Wooloo is hier wel echt nice, hoor. Oh, maar deze enemies die zijn trouwens wel sterk. Die lizards. Nee, maar Wooloo die kan heel veel damage doen. En ook Shadow. Als je Shadow en Hyper doet, dan kan die ook heel veel damage doen. Niet zoveel als Toad, maar alsnog best wel veel. En bij Wooloo is de magie heel sterk. Hij doet nu een nieuwe vaardigheid. Mega ontploffing. Deze is volgens mij echt super nice. Ja, dan raakt hij ze alle 4. Helaas zijn ze niet kapot. Maar misschien kan ik ze nu kapot maken met mijn aanval. Piem! Ja, gelijk 2 weg. Wat gebeurt er nu? Ik weet niet wat er gebeurde. Die wolk deed iets, maar ik weet niet wat. De schorpioen is ook weg. Dan moeten we alleen deze wolk nog. En lekker, man. Ja, ik vind dit ook wel een lekker teampie. Gaan we deze hendel overhalen? Ja, in een fabriek is het natuurlijk wel een beetje tricky. Maar ik ga het toch doen. Wat gebeurt er? Ik heb een verborgen pad gevonden. Dat klinkt goed. En warpen we dan gelijk naar het verborgen pad? Want volgens mij was dat precies waar we moesten zijn. Wooloo wordt betere vriendjes met Epona. En Luigi wordt ook betere vriendjes met Epona. Ja, volgens mij komen we nu precies waar we moeten zijn inderdaad. Nice. En dan gaan we proberen om het tweede juweel te fixen. We hebben er 4 nodig in totaal. Dit is de tweede. Torchic die zegt, wat een geweldige plek is dit. Eens kijken, waar vind ik dat juweel? Oei, 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 oei. Alle robots gaan toe. Wat is me dat? Het gezicht van Torchic wordt gestolen en zit nu op de robot. Wat is dit voor epische robot? Het is de Torchic robot. Ik ga gelijk eens even in mijn hypermodus, denk ik. Terwijl Wooloo en Luigi die beginnen gelijk lekker aan te vallen. Shadow en ik, wij gaan hypermodus doen. Let's go. Fucking... Beam, 162. Oké, wat gaat die... Oh, hij is ons aan het targeten. Oh, maar we krijgen nu opeens een goddelijk geschenk. Schildstrooisel krijgen we. Dat is een mysterieus strooisel om een Mii eenmalig te beschermen tegen schade. En dat kunnen we dus doen als de vijand ons in het vizier heeft. Als we dat niet doen, dan komt de klap hard aan. Oh, dat is heel nice. Dus ik heb hier nu schildstrooisel. Die kan ik dan op mij gooien en op Shadow. En dan worden we gewoon niet geraakt. Lekker, man. We krijgen gewoon nu nog strooisel erbij. Dit is best wel een grote game gewoon, jongen. Ik had het echt niet verwacht van dit spel. We zijn bijna 40 afleveringen. Of misschien zijn we al op aflevering 40. Maar volgens mij heb ik nog bijna nooit een serie op mijn kanaal gehad die zo lang duurt. Nou, we zijn nog steeds beschermd, zo te zien. Kijk. Ja, lekker. Nice. Zo kan die ons niet raken. Dat is echt top. Hoppakee. Ja, we zijn hem echt keihard aan het smaken, hoor.
Woeroe doet even mega vuur. Ik ga weer even terug in mijn hyper, want dat beviel me eigenlijk wel. Ik denk dat we die robot al bijna down hebben, toch of niet? Oh, wacht even, hij begint nu wel even te slaan. Oh, chips, ik gooi Luigi in hypermodus, dat wou ik helemaal niet. Ik wou een HP-strooisel geven. Shadow, jij mag wel terug in je hypermodus. Dus even kijken hoeveel HP die nog heeft, deze gekke robot. Oh, hij heeft nog één klappie nodig, hoor. Eén klappie. Wie geeft de laatste klap? Wie geeft de laatste klap? Het is Luigi in zijn hypermode. Dit ziet er echt uit als een schattig kuikentje, inderdaad. Zo, dit hoofdje, dat lijkt wel op Torchic. Dat moet ik wel toegeven. Maar die pruik van Torchic, die zag er niet uit. Torchic! Hier is je gezichtje terug. Ben ik weer normaal, zegt Torchic. Je bent weer normaal. Uitgerekend ik, de meester in de robotica, werd bijna zelf een robot. Wie had dat voor mogelijk gehouden? En dan nu, over je verzoek. Waar is dat gebleven? Daar niet, daar ook niet. Aha. Heb jij voor mij het tweede juweel? Ja, kijk, kijk. Kijk, mooi juweeltje. Dit is het neusjuweeltje. En zo hebben we al twee juwelen gevonden. Nog twee te gaan en dan kunnen we de wolkenkrabber in. Doe een duimpje omhoog als je deze serie nog steeds vet vindt. En abonneer als je nieuw bent op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!